op school leer ik veel meer dingen dan als ik thuis achter een scherm zit. We zijn hier bij basisschool Sint Franciscus in Babberich. Een van de 75 scholen die deelnemen aan de mediamaand die door Stichting Limes Novum wordt georganiseerd. Tijdens deze mediamaand zijn alle klassen van groep 1 tot en met 8 bezig met digitale geletterdheid. In een vorm van robotica, programmeren, maar ook in een vorm van mediawijsheid waarbij kinderen op zoek gaan naar informatie op internet en kijken of het allemaal wel waar is wat er staat. Dit is eigenlijk hetzelfde als taal en spelling en rekenen. Dit is gewoon een soort van vak. En zo'n soort vak hoor je eigenlijk op school te doen. Ik ben wel van mening dat delen echt wel een kracht is. Je kunt dingen voor jezelf houden. En dat is natuurlijk fantastisch dat je dat binnen een stichting hebt. Maar hoe mooi is het als je bepaalde kennis kunt delen met scholen buiten je omgeving. We hebben 25 scholen binnen de stichting die dus meedoen. En vanuit een oproep die we via LinkedIn en Facebook hebben verspreid en ook via Veris uitgekomen, hebben nog 50 scholen zich buiten de stichting aangemeld. Waarvan ook eentje in België. Dus we zijn zelfs internationaal gegaan eigenlijk. Google Forms. Ze zijn nu met Google Forms hun vragen aan het uitwerken. Moeten we allemaal vragen maken en dingen opzoeken wat allemaal met typisch Nederlands te maken heeft. En uiteindelijk door opa en oma, buurman, buurvrouw, ouders laten invullen. En dan aan het einde van de week gaan we alles op grote hoop gooien. Ik vind dat je daar ook heel veel bij leert. En je ontdekt ook steeds meer nieuwe dingen over hoe je dingen kan doen en zo. Zo waren er gisteren wat kinderen die hadden gevonden dat Rotterdam de hoofdstad van Nederland was. Nou, niet alles is dus waar wat daar staat. En hoe kun je nou filteren wat wel waar is en wat niet waar is? Eerst moet je eigenlijk alle informatie natrekken en soms een beetje met een andere website natrekken. En als je al bij jezelf denkt van dit klopt gewoon niet, dan stop ik ook al meestal op die website en dan ga ik naar een andere website. Er zijn ook wel echt vaardigheden waar kinderen ook wel beroepen wordt gedaan straks in het voortgezet onderwijs en in hun verdere loopbaan en het hele leven eigenlijk. Dus ben ik ook wel van mening als je dat vroeg mee begint en dat begeleidt, dat je dan ook meer resultaat gaat boeken dan dat je daar pas in groep 8 mee gaat beginnen. Ik kreeg gisteren ook een berichtje uit Dokkum omdat ze echt heel tevreden waren over de challenge en dat ze zich nu eigenlijk al wilden inschrijven voor volgend jaar. Dus het is zeker iets wat weer terug gaat komen.